Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag het eerste filmpje van het jaar 2015. En ik ga het met jullie hebben over de 3-4-1 Challenge. Degenen die mijn blog volgen, die hebben wellicht gezien dat ik dit jaar een hele moeilijke uitdaging voor mezelf heb uitgekozen. En dat is de 3-4-1 Challenge. En dat wil zeggen dat ik steeds pas weer een nieuw boek mag kopen of aanvragen ter recensie wanneer ik 3 boeken van mijn TBR-race heb gelezen. En het leek me wel leuk om jullie steeds om de 3 boeken een update te geven van welk boek ik heb gelezen en welk boek ik dan weer ga kopen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb mijn eerste 3 boeken van het jaar alweer uit. Of eigenlijk inmiddels alweer 6, want ik doe mee aan de Bout of Books Readathon die deze week wordt georganiseerd. In ieder geval de eerste 3 boeken die ik heb gelezen, die ga ik vandaag eventjes aan jullie laten zien. En dan ga ik er ook eventjes kort iets over vertellen. Van de meeste van deze titels staat er al een recensie op Craving Pages. Als dat het geval is, dan komen die onder dit filmpje te staan met een link. Dus dan kunnen jullie daar direct op doorklikken als je meer over het boek wil lezen. Van de boeken waar nog geen recensies over staan, zal die binnenkort vast wel verschijnen op de site. Dus houd het eventjes in de gaten, mochten jullie nieuwsgierig zijn geworden naar deze boeken. Het eerste boek wat ik heb gelezen, dat is er een van mijn e-reader. En dat is het boek Snow Like Ashes van Sarah Raash. Ik hoop dat ik die naam goed uitspreek, maar ik ben er een beetje bang voor. Het is dit boek. En dit boek werd in 2014 verkozen tot het beste boek van het jaar in de Book Shimmy Awards van Epic Reads. En degene die Epic Reads niet kent, dat is een gigantisch grote website met heel veel leuke artikelen over young adult boeken. Dus als je hem nog niet kent, dan raad ik hem van harte aan. In ieder geval, het boek Snow Like Ash, dat was jammer genoeg niet helemaal mijn cup of tea. Het is een high fantasy verhaal en het gaat over een jong meisje wat is gevlucht samen met een aantal andere mensen uit het land Winter. Want Winter is aangevallen door het land Spring, ofwel Lente. Er zijn nu nog maar 8 Winterianen over van de 25 die oorspronkelijk zijn gevlucht, waarvan zij er één van is. En de strijd tussen de Winterianen en de mensen uit Spring, die duikt af op een grote ontknoping. En dat volgt dit boek een beetje. Ik vond het zelf niet zo'n geweldig goed boek. En dat komt vooral omdat er heel veel gevechten en strijd in voorkwamen. En ja, dat is niet helemaal mijn cup of tea. Wanneer een verhaal uit voornamelijk oorlog bestaat, dan haak ik heel snel af. Ik kan me op de een of andere manier niet heel goed inleven in ja, dat soort strijd en dat soort gevechten. En nee, dat was niet helemaal mijn cup of tea. En dat blijkt ook wel uit mijn recensie. Verder vond ik het wel een interessant verhaal. Het concept was leuk. Al moet ik eerlijk zeggen dat ook dat de verdeling van de landen, zoals winter, spring, autumn, summer en dat soort dingen, dat vond ik ook een beetje cliché en misschien een beetje niet zo origineel. Maar ja, het boek en ik hadden gewoon jammer genoeg geen klik met elkaar. Gelukkig was dat niet het geval met het boek wat ik daarna las. En dat is het boek Wrecked van Anna Davies. Dit is een verhaal, een standalone verhaal, wat ik een poos geleden op het boekenfestijn heb gekocht en wat al heel erg lang ongelezen op mijn plank staat. Het boek gaat over een meisje met de naam Miranda en zij is opgevoed door haar oma nadat haar ouders zijn overleden. Haar broertje woont ook bij diezelfde oma en ze wonen aan de kust en er doet een legende ronde op het eiland waar zij woont. En dat is dat een bepaalde zeeheks, wanneer je haar naam uitspreekt, wanneer je op zee of aan zee bent, dat zij dan je ziel gaat claimen of wat dan ook. En dat, ja, dat bewijst waarheid te berusten in dit boek. Het is een heel erg mooi verhaal, heel grimmig en daar hou ik van. Het heeft een vrij tragische afterbite, een beetje, je moet er echt van houden. Het is niet een happy-go-lucky boek, maar ik heb er heel erg van genoten omdat ik het zo geweldig mooi vond geschreven en zo origineel vond. En wat dat betreft vond ik het absoluut een aanrader. Dus mocht je een keer op een boekenfestijn dit boek tegenkomen, dan kan ik je echt van harte aanraden om het mee te nemen, want het is echt een heerlijk boek. En het derde boek wat ik heb gelezen, dat is er wederom eentje van mijn e-reader. En dat is een boek van Sophie Jordan, die jullie wellicht kennen als auteur van de Firelight trilogie. Het boek wat ik heb gelezen, dat is weer een andere trilogie. En wel van de Uninvited trilogie. Dat is dit boek. Uninvited, dat speelt zich af in de nabije toekomst, waarin er tests zijn ontwikkeld die kunnen bepalen of iemand DNA technisch gezien veel kans heeft of om een moordenaar te worden. Dus
Alle kinderen, alle jongeren, iedereen wordt getest. En wanneer je wordt betrapt met dit gen, dan is je leven eigenlijk in één klap afgelopen. Dan word je voor altijd bestickerd met het HTS-label. En HTS, dat staat in dit boek voor Homicidal Tendencies Syndrome. En de hoofdpersoon uit dit boek is een meisje bij wie eigenlijk alles altijd voor de wind gaat. Ze heeft ontzettend veel talent voor muziek. Ze heeft echt een gave wat dat betreft. Maar toch wordt zij gediagnoseerd met het HTS-gen. En dus is alles waar ze zo hard voor heeft gewerkt, dat valt door haar vingers. Omdat zij wordt verstoten door de samenleving als een potentiële moordenaar, gewelddadig iemand. En het boek zet je heel erg aan het denken. Omdat je gaat heel erg nadenken van, is zij een moordenaar omdat zij dat gen heeft? Of heeft zij gewoon door dat label gewoon geen enkele kans meer om iets anders te zijn dan een moordenaar? En dat vond ik heel erg intrigerend en heel erg boeiend. Daar heb ik ontzettend van genoten. Het is echt zo'n denkboek. Een boek waar je heel lang nadat je het uit hebt nog over blijft piekeren. En dat vond ik persoonlijk echt helemaal fantastisch. Helemaal geweldig. Dus ik kan het boek van harte aanraden. Het is het eerste deel in de serie. Ik moet zeggen, het eindigt op een kutplek. Sorry, ik kan er geen ander woord voor over verzinnen, maar het is gewoon een rotplaats om een boek te beëindigen. Maar het geeft je wel heel erg veel motivatie om heel snel verder te willen lezen in het volgende boek. Dus vandaar dat ik dit boek echt, ik geloof 5 sterren of 4,5 sterren heb gegeven. Maar ik vond het fantastisch. Het is echt zo'n heerlijk boek waarvan je gewoon aan het denken wordt gezet. En dat is een geweldig gevoel. Dat waren de eerste drie boeken die ik heb gelezen. En ik verwacht dat het volgende filmpje heel snel zal verschijnen. Omdat ik meedoe met Buitenboeks. Dus dat betekent lekker veel lezen in korte tijd. Ik heb inmiddels ook al de volgende drie boeken uit. Maar dat is weer voor een ander filmpje. Anders dan worden er te veel boeken in één video. Nu wil ik jullie nog wat vertellen over het boek wat ik ga kopen. Wat op mijn wishlist staat. En daar staat het ook al heel erg lang op. Het is een boek wat ik vooruit ga bestellen. En mochten jullie het nog niet hebben geraden. Het is het boek Ensnared van A.J. Howard. Dat is het derde en het laatste deel in de Splinter trilogie. Dat is een trilogie die is gebaseerd op het verhaal van Alice in Wonderland. En ik vind het zo'n geweldige trilogie. Ensnared die komt pas later dit jaar uit. Het laat dus nog even op zich wachten. Maar ik kijk er al zo lang naar uit. Ik wil gewoon weten of dat de hoofdpersoon uiteindelijk zal eindigen. Of met Morpheus. Please, 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 please. Ik hoop echt zo dat ze met Morpheus eindigen. Want ik ben helemaal team Morpheus. Of ja, met de saaie en vervelende andere jongen, wiens naam ik al lang ben vergeten. Hoe dan ook, dat is het boek wat ik ga kopen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit filmpje te zien. En ik zie jullie graag ook weer in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!